KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Heel hartelijk welkom bij het sluitstuk van het PlayStation seizoen in de Eredivisie. Vannacht gaan we het nieuwe jaar in, maar dat doen we niet voordat we weten wie de kampioen is bij op de PlayStation. En we gaan naar de finale kijken met deze drie feestnummers. Met Koen, met Raoul en met Bas. Hartelijk welkom, mannen. Ja, dat zijn Bas zingt ook feestnummers. Zeker, toch Bas? Of rap je alleen? Bas zingt ook goed. Ik rap. Rap? En dan vannacht om 12 uur dan sta vannacht, jij vooraan. Nee, ik heb een hekel aan Oud en Nieuw. Waarom? Ik heb niets met Oud en Nieuw. Ik vind het alleen maar kut lawaai. Bas heeft een hekel aan elk nieuw jaar dat er komt. Ja, elk jaar dat er nog komt. En dan van die voornemens. En toch doe je het zelf ook elke keer weer. Maar ik denk dan van ja, het is eigenlijk bullshit. Want het is gewoon een andere dag eigenlijk. En dan zit iedereen, Oud en Nieuw. En ik denk van ja, ik wil gewoon lekker... We hebben er net zoveel zin in als Bas. Bas, wat vier jij wel eigenlijk? Wat vier jij wel eigenlijk? Weinig. Het einde van het Eredivisie seizoen. Ja. PlayStation seizoen. Hey, daar heb je meer zin in zelfs. Huh? Maar goed, nog goede voornemens? Ik heb altijd goede voornemens, maar het is me net of je er wat mee doet natuurlijk. Kijk, de goede voornemens van mij mogen wel duidelijk zijn. Namelijk? Nog meer geld. Wij weten het niet, Bas. Nee, gewoon lekker even weer fit. Ik kan me herinneren dat je dit jaar bent begonnen met sporten. Dus, ja, ik ben er wel vaker mee begonnen. Ik heb het alleen nooit afgemaakt. Dat is altijd het probleem. Dus nu moet ik het ook weer afmaken. Maar afmaken dan heb je nooit Koen, heb je dan misschien wel als bedrijf. Ik heb weinig mensen die zo gedreven zijn als mij. Waarom? Dus die olifanten, die olifanten, die olifanten heel staan voor je neus. Nee, ja. Ik probeer dit jaar probeer ik echt gewoon even op de lijn te letten, zeg maar. Dus dat is ook wel iets waar ik... Waar je rekening mee houdt. Goed, wij gaan kijken. De finalisten zijn inmiddels bekend. Maar voor wie het nog niet heeft gezien, dit zijn ze. The Road to the Final. Tony Kok gooide met PEC Zwolle al hoge ogen in de groepsfase. En ook in de finale ronde maakt hij het meer dan waar. Hij moet het in de kwartfinale opnemen tegen Luc Jans van FC Emmen. En heeft daar weinig moeite mee. Tuurlijk man, let's go! Mede door 3 goals van Cristiano Ronaldo wint Tony in totaal met 6-2. En neemt het in de halve finale op tegen Dani Hagebeuk van Ajax. Dani kwam in zijn kwartfinale terug van een 2-0 achterstand tegen Excelsior en vreest in de halve finale zijn tegenstander. Maar van de Nederlanders denk ik dat hij de moeilijkste tegenstander is die je kan loten. En die angst is terecht. Want tegen Tony en zijn PEC Zwolle komt Dani net te kort. De eerste twee wedstrijden eindigen allebei in 1-1. En dan moet de golden goal de beslissing gaan brengen. Mister Tuurlijk zoekt erin meer de aanval en zijn lef wordt beloond. Hij heeft er nu bij Cruijff. Cruijff, wat voorzet, ga je doen? Ja, en dan hangt hij. Dan hangt hij. Ja, dat is hem! Kijk! Ja! Tuurlijk! Let's go! Let's go, man! Tuurlijk, man! Let's go! Tony bereikt zo de finale en neemt het daarin op tegen de verrassing van dit seizoen, Dani Visser. Dani schakelt in de kwartfinale tot ieders verbazing wereldkampioen en titelfavoriet Stefano Pina van PSV uit. De eerste wedstrijd eindigt mede door een gemiste strafschop van Stefano in 1-1. En de tweede wedstrijd is niet de Gimma van Pina. Yes, kom op! Dani walst er aan de hand van de twee Ronaldo's overheen met 3-0 en staat zo in de halve finale. Tegenstander daarin is Jimmy Donkers van Feyenoord. Hij schakelde na een beslissingswedstrijd Groningen uit. Dani speelt tegen Jimmy ongelooflijk degelijk. En een wondergoal van Eusebio is genoeg voor de overwinning in wedstrijd 1. In wedstrijd nummer 2 is het Feyenoord dat constant in de aanval is en krijgt het 3 grote kansen. Yes! Maar doelpunten vallen er niet en dus is de finale bekend. PEC Zwolle tegen de Graafschap. Blauw-wit tegen blauw-wit. Tony tegen Dani. En dit zijn de uitslagen van de kwartfinales. Ajax Excelsior 4-3, PEC Zwolle Emmen 6-2, PSV tegen de Graafschap 1-4, Feyenoord Groningen. Feyenoord wint het beslissingsduel, eindstand 6-5. Dan de halve finales, Ajax tegen PEC Zwolle. Ook daar was een beslissingswedstrijd nodig die gewonnen wordt door Tony. En de Graafschap tegen Feyenoord 1-0. En dus is inderdaad die finale bekend. De Graafschap tegen PEC, jongens. Nou, terwijl volgens mij jullie ook allemaal een beetje PSV Ajax hadden verwacht? Ja, dat PSV van het begin wel. De grote favorieten. Basti, praat je met je mond vol altijd? Zeker. Is dit nou je derde? Dat is een voornemen voor 2019. Vaak. Zoveel mogelijk oliebol eten. Oh, heerlijk ventje is het ook, hè? Nou, geniet er wel van, jongen. Zeker. Ja. Maar ik moet zeggen, mensen thuis, ik geniet er echt van Koen. Van jouw gedrevenheid, dat vind ik echt top. Ja. Dan ben ik serieus. Hey, maar even over die finale, hè? Want daarvoor zijn we natuurlijk ook hier. Oh ja. Ja, dat was ik even vergeten. De Graafschap PEC, ja, want verrassend? Zeker. Hoe verrassend? Ik denk vooral. Als je van tevoren had gezegd dat je de Graafschap PEC als finale zou voorspellen, dan zou je echt veel geld krijgen, als je kon inzetten.
Eén van die twee had misschien gekund, maar allebei. Dat had je niet verwacht. Ajax en PSV waren toch de grote favorieten van tevoren. Vooraf helemaal, maar gedurende een toernooi. Ook met hoe Dani uit die knockouts kwam. Een Tony die in zijn pool echt gewoon heer en meester was. Gedurende een toernooi werd wel meer duidelijk dat het niet zo eenzijdig zou zijn als wij van tevoren hadden verwacht. Want wat is er gebeurd met Dani Visser? Nou, Dani Visser vanuit de knockouts en dan nu naar de finale. Dus dat betekent dat hij sowieso van alle spelers de meeste wedstrijden heeft gespeeld. En nou, ze hebben ook al tegen elkaar gespeeld in dezelfde pool. En het ging ook niet zo heel soepel, maar in de knockouts was het zo overtuigend. Er is echt een bepaalde omslag geweest. Ja, maar een heel mooi verhaal sowieso al. Dat je dus via die play-offs, dan ben je toch een van de underdogs. Je kunt niet anders stellen dan dat. Dat je toch helemaal langs alle favorieten knalt. Want als je ziet wie die heeft uitgeschakeld in die knockout, ja, dat is ongelooflijk. Dat je Jimmy Donkers en dan straks nu Tony in de finale treft, ja, dat is ongelooflijk. Ja, want jij zegt net al van hoe die uit die knockouts is gekomen. Merk je dan dat dat hem toch die zelfverzekerdheid, een beetje dat zelfvertrouwen vleugels geeft? Nou, je zag aan het begin wel heel erg dat hij het allemaal wel wat spannender vond. Natuurlijk, die setting met camera's. Helemaal logisch, dat is ook nieuw. Maar in de poolfase was hij nog niet zo overtuigend zoals hij in de knockouts was. In de knockouts stond hij erom bekend dat hij, wat was het in 10 wedstrijden, op dan die wedstrijd tegen Excelsior na, de salonremise, de welbekende salonremise. Dat in die 8 wedstrijden volgens mij... Was het een salonremise? Ja, in die 8 wedstrijden had hij 4 tegengoals. Of 2 of 3 tegengoals. Iets bizars. En eentje daarvan was een kopbal. Nou, ja. Dit is ook wel een lekker doelpuntje trouwens. Ja, die zit hier. Het ging wel een heel, heel raar moment voor Jimmy aan vooraf. Dat hij die bal weg wilde rammen met zijn verdediger. En ja, dat er een paas in zijn eigen 16 waardoor hij die bal kwijtraakt. Voor Jimmy was het heel zuur, deze tegengoal. Ja. Maar goed, dan weet je tegen Dani. In 2 wedstrijden tegen iemand als Jimmy geen tegendoel. Je hebt gewoon een probleem. Als je tegen Dani op afstand komt, heb je gewoon een heel groot probleem. Want hij gaat gewoon met... Nou, ik wist niet hoeveel bussen zij hebben in Doetinchem, maar hij heeft er wel een paar neergezet. Maar ja, de grap is dan dat je zelf ook dan moet scoren. Nou ja, dat doet hij dan ook wel. Dus ja, dan ben je gewoon zo moeilijk om te verslaan. En helemaal, ik probeer niet te lang te maken, want dan onderbreken. Nee, maar ik vind het een interessant verhaal nu. Nee, dan... Oké, Wilson. Nou goed, maar je zegt het bussen parkeren. Dani heeft zijn speelwijze aangepast. Ja, en dat werkte goed. Klopt, weer geen tegendoelpunt. Erg blij mee. De laatste 4 wedstrijden, dus tegen Pinna en Jimmy, 1 tegengoal. Nou ja, het zijn wel gewoon de wereldkampioen van vorig jaar en de nummer 10 van vorig jaar. Dus ik denk dat ik nu echt op een hoog niveau aan het verdedigen ben. En hopelijk kan ik dat meenemen naar de finale. Ja, want dat verdedigen, hè? Dat is echt jouw tactiek. Ja, dus heb ik mijn tactiek op aangepast. Vooral kon ik eerst niet tegen mensen die snelle counters deden, die snelle aanvallen deden, zodat lag mijn verdediging gewoon compleet open. En in de pool zag je dat, want toen hanteerde ik die tactiek nog. Speelde ik niet slecht, heb ik gewoon wel een paar goede wedstrijden laten zien. Maar nu ik deze tactiek gebruik, gaat het toch wel een stukje beter. Ja, Jimmy, voor jou houdt het op hier in de halve finale. Ja, in hoeverre neem je het jezelf kwalijk dat je die finale niet hebt gehaald? Vrij weinig eigenlijk, want ik heb goed gespeeld tegen de Graafschap. Dat was een hele gelijk opgaande wedstrijd. Er was 1 doelpunt gevallen in alle 2e wedstrijden. Dus dan zag je ook wel dat we verdedigend allebei heel compact stonden. Het was meer om mind games. Wie gaat het nou aanvallen? Hoe ga je dat nou doen? Maar ik creëerde ook bijna bij de 5 vrij weinig. En uiteindelijk door een soort van fout van het spel pakte hij nog de overwinning in de eerste pot. Maar hij geeft het spel wel een beetje de schuld. Dus heeft Dani geluk gehad of is dat te veel gezegd? Bij dat moment was het vooral pech voor Jimmy. Dat was het. Ik denk niet dat Dani per se heel veel geluk heeft gehad. Want hij heeft het zelf afgedwongen. Als je 0 krijgt in 2 wedstrijden, dan... Ja, dat zei je net ook, inderdaad. Ja, geluk moet je ook een beetje afdwingen in dat opzicht. En ja, wat hij zei, Dani heeft gewoon ontzettend goed verbeterd. Dus het spel aangepast. Dus ja, gewoon terecht gewonnen dan. Hey, maar hoe moeilijk is dat om zo te verdedigen? Nou, je lokt je tegenstander heel erg uit. En je ziet ook dat bijna al zijn spelers achter de bal staan. Maar helemaal deze FIFA is het heel makkelijk om van buiten de 16 te scoren. En de enige manier waarop je daarop kan anticiperen is door je keeper te bewegen. En dat heeft hij nu, denk ik, als een van de beste van de E-divisie onder controle. En als je de verdediging dan zo staat dat er niet doorheen gecombineerd kan worden, en je zorgt nog eens dat alle afstandsschoten onschadelijk worden gemaakt, ja, dan... Ja. Ik denk niet eens dat het is wel moeilijk, maar ik denk niet dat dat het meest moeilijk is om te kunnen verdedigen zo goed. Maar dat je dan nog zelf doelpunten maakt, dat is het allerbelangrijkste. Want als je met 11 man rond de 16 staat en je komt er dan toch elke keer uit en je weet dan toch te scoren, dat vind ik heel knap. Dus dan moet je iets, een tactiek toepassen dat je of langzaam opbouwt waardoor je spelers weer aansluiten in de aanval. En dan kijk, en dat is, krijg je gewoon een kans en dan leg je hem gewoon binnen. dit was volgens mij zijn eerste schot, geloof ik. Nee, maar dat is natuurlijk ook wat hij aangeeft zelf. Hè. Hij bouwt zo rustig op, hij doet soms al 5 minuten over 1 aanval. Ja, en zo zorg je ook voor dat jouw eigen ploeg heel rustig aansluit. Dus hij blijft heel rustig. Ja, en afwachten. Ja. Gewoon je kans afwachten. En zijn doelpunten, je ziet ook, hij scoort die doordat er
eigenlijk ruimte is tussen het middenveld en verdediging van de tegenstander. En dan schiet hij hem in één keer. Nou, dat is een typisch FIFA 19 doelpunt. Maar bij hem kan dat niet, omdat daar geen ruimte tussen is. Ja. Omdat het zo ver naar achter staat. Dus ja, dan wordt het heel erg lastig. Tot hij vindt die afstand schoot al niet eens weg. Nee, want we zagen net dat die Pinna uitschakelde. Was dat een hele grote verrassing voor jullie? Ja, ja. Grote verrassing is dan weer een groot woord. Maar Stefano Pinna is gewoon van de PlayStation wereldkampioen voor FIFA 18. Tuurlijk is dat een verrassing. Ja. Tuurlijk. En die zit op elk toernooi is hij te vinden, zeg maar. Elk internationaal toernooi van EA is Stefano Pinna aanwezig. Je kunt nu echt niet zeggen dat het geen verrassing was. Tuurlijk weten we wat Dani kan, dat weten we al een tijdje. En hij heeft in die play-offs heel goed spel al laten zien. Maar je kunt nooit zeggen dat het geen verrassing is als je de wereldkampioen uitschakelt. Ja. Dus het was een minder grote verrassing dat Tony de finale bereikte dan Dani? Tony was ook zou ik echt in zeggen. Ja, ik zou zeggen, dat is al een iets meer gevestigde naam nog. Tony die gaat al wel 7 jaar mee in de FIFA scene. En daarvan weet je sowieso dat hij iedereen kan pakken. Die komt al jaren op de grootste toernooien. Is Nederlands kampioen, meervoudig. Dus dat vind ik een iets minder grote verrassing. Dani komt echt nu ineens op, toch? Het is ook gewoon, we hebben het aan het begin ook gezegd, er zijn zoveel zieke namen gewoon nu in de E-divisie. Maar er gaat toch altijd aandacht uit naar Dani natuurlijk. Dani Hagebeuk, die dan 2 keer kampioen is geworden. En dan heb je de Stefano Pinna, waar we net al hadden, wereldkampioen PlayStation. Ja! Maar dan kan je inderdaad heel snel vergeten dat de 8 ook nog gewoon zieke spelers. Even over deze ontlading, jongens. Dani Hagebeuk heeft ook veel emoties, maar dit... Dit is echt, hier komt zoveel uit. Ja. Ja, maar dat is zo spannend, zo'n golden goal. En wij zaten hier ook bij in de studio en we denken van, oh god... Het is zo belangrijk. Je moet geen fout maken. Geen fout maken is belangrijker dan een goede kans creëren bij zo'n golden goal. Er komt zoveel bij elkaar op dit moment. Het is en die golden goal. Het is tegen de regerend kampioen Dani. Het is sowieso tegen de grote favoriet Dani. Voor een plek in de finale. Je wil een keer laten zien dat je hem echt kan pakken. Dat jij ook die E-divisie kan winnen. Daar zit echt heel veel in. Mindgame? Mindgame. Oh ja, alles is een mindgame in FIFA eigenlijk. Ja, maar dan nog extra in zo'n wedstrijd? Of wat is dan het allerbelangrijkste in zo'n wedstrijd? Zo'n beslissingsduel? Rustig blijven. Ja, ik denk dus dat je heel snel de neiging hebt om dan te graag te willen. Omdat je zo graag wil. Omdat je tegen zo'n speler speelt. Dat je dan juist inderdaad rustig moet blijven. Ja. En dan pas als je die goal to goal maakt, dan komt natuurlijk die online. Want dan weet je dat het klaar is. Het zat er ook wel vanaf de eerste minuut eigenlijk al aan te komen. Ja. Dat Tony die goal als eerste dat doelpunt zou maken. Ja, het was heel erg. Dat vond ik op zich ook wel redelijk verrassend. Flink de overhand. Maar ik denk, dat is natuurlijk niks te nadelen van Tony. En hij heeft ontzettend goed gespeeld. Maar Dani Hagebeuk was ook niet echt de Dani Hagebeuk die misschien eerder in het toernooi wel was. Of tenminste, toen hij net Lef had vervangen, toen was hij een van de beste. Elke kans die hij creëerde. ADO. Ja, die pot tegen ADO. Nou, daar was Dani Hagebeuk zo ontzettend goed. En hij wist niet dat niveau te halen nu tegen Tony. Nou ja, Tony maakte inderdaad het verschil. Misschien wel door een tactische ingreep. Je weet van, je moet. En ik speelde de hele tijd afwachtend. En hadden we besproken met Eldridge, mijn coach. En afwachtend. En op een gegeven moment zegt hij, verlenging, scheid en alles. Ik ga het gewoon knallen. Dus ik ging meteen naar voren, je zag ook meteen, ik kwam voorzet uit. En Dani Hagebeuk zag het niet aankomen. Dus vervolgens bleef ik gewoon druk zetten en knallen. En kwam wel wat ruimte bij mij. Dus ik gaf wel wat ruimte weg. Maar ja, natuurlijk neem je wat risico dan. Maar uiteindelijk viel die alsnog, dus zo mooi. Ja, want in die beslissingswedstrijd, hè, dat vond ik best wel knap. We hebben al eerder een beslissingswedstrijd gezien, Groningen-Feyenoord. Foutenfestival. Maar jij begint aan die beslissingswedstrijd, het was gewoon volle druk. Ja, je hebt niks meer te verliezen en zo moet je er ook ingaan. Als je gaat denken van, oh, het kan fout gaan, weet je wel, dan gaat het ook fout. Je moet gewoon gefocust zijn en gewoon je spel spelen en komt wel goed. Ja, en dan hangt hij er uiteindelijk in en dan word je helemaal gek, hè, in die studio. Ja, weet je, ik had ervoor dat ik al een kopbal en dan dacht ik ook dat hij zat, weet je. Dus op een gegeven moment denk je, ja, ik kom er niet meer uit. Zo adrenaline zit je te spelen, zeg maar. Zo'n druk staat er ook op je, dus ja, man. Dat was ook kicken. Gaat het dan allemaal door je hoofd? Boah, van eindelijk even een keertje dat het even mee zit, zeg maar. Weet je, de ene keer zit mee, de andere keer zit tegen. En nu heb ik het geluk dat ik het mee zit. Dus, ja, het was echt een sensationele ontknoping met een beslissingswedstrijd. Maar in die beslissingswedstrijd zat je er eigenlijk volgens mij vanaf de eerste minuut niet helemaal lekker in. Ja, het viel op zich wel mee. Het ging gewoon redelijk gelijk op. Alleen ik verdedigde hem. Hij had veel balverlies, ik veel balverlies. Heb je altijd meer in de golden goal dan in een gewone wedstrijd natuurlijk. Dat is logisch. Ik denk dat we allebei juist verdedigend gewoon heel goed stonden. Waardoor we wat slordiger ook waren. Waardoor het zo leek. Maar uiteindelijk had ik al gezegd, Tony, moeilijkste tegenstander. Helaas niet gewonnen. Ik had er natuurlijk wel op gerekend, maar op naar het Xbox seizoen. Ja, Dani zegt, ik denk dat we verdedigend allebei goed stonden. Bas, en jij zegt meteen, kijk, misschien stond die verdedigend wel goed, maar de initiatief lag wel bij Tony, bij die golden goal.
Tenminste, toen het begon, die goal. Maar dat is ook wat Tony zelf zei, dat ze coachig zijn van hoop. Zegt hij ook. Ja. Vol veel meer druk geven dan in de reguliere wedstrijden, waar hij juist veel afwachtende speelde. Maar het was niet zo gelijk op zoals Dani zei in die goal-to-goal-wedstrijd. Maar hoe moeilijk is dat om dan veel meer druk te gaan geven? Om toch, je moet risico nemen dan. Je moet gewoon scheid hebben, denk ik. Ja, ik denk dat hij... je kan hem ook tegenkrijgen dan. Ja. Zijn coach zei ook al druk zetten. Ik denk dat hij heeft afgekeken bij Feyenoord tegen Groningen was dat. Daar kwam de golden goal pas in de 112e minuut van die wedstrijd. Nou ja. Maar dat was ook, dat was echt een hele slechte wedstrijd. Daarna Feyenoord finale. Daarna Feyenoord wel het initiatief. Ontzettend nerveus allebei. Daarna Feyenoord wel het initiatief. Alleen ze schoten gewoon niet. Ze schoten niet. Ze waren zo onzeker van, oké, het schot dat ik los moet zitten. Ja. Dat ze daardoor eigenlijk heel slordig speelden. En Tony die gaf gewoon voorzet naar voorzet, kans naar kans. En wat hij ook zei, hij sprong op toen Ronaldo op een gegeven moment naast kopte, omdat hij dacht dat hij zat. En dat was denk ik juist een motivatie om nog verder door te knallen. Ja. Verrassende finale, maar niet minder mooi, denk ik. Ja. Des te mooier, toch juist? Ja. Des te mooier. Juist, ik vind het ook alleen al heel vet dat je nu dus twee, mogen we dat zeggen, regio-clubs, in elk geval geen traditionele topclubs hebben die nu in de finale van de Eredivisie staan. Dat maakt de Eredivisie denk ik ook heel mooi. Dat is ook een beloning van de opzet van dit seizoen. Ja. Dat je inderdaad niet alleen maar clubs met een groot budget, maar clubs met de beste spelers ook een hele grote kans maken. Ja, zometeen. Dus inderdaad, die finale van het PlayStation seizoen. Tony Kok en Dani Visser. En beide heren hebben we natuurlijk ook even gevraagd naar hun verwachtingen. Hoe zit het met de zenuwen? Het gaat nu nog wel, maar ik denk zometeen dat het toch wel echt een stukje zenuwachtig wordt. Ja, zeker. Je staat met berusting hier zo. Hoe heb je je voorbereid? Niet. Doen we niet aan. Nee, we gaan gewoon lekker spelen. Ja. Wat is je tactiek tegen Dani? Want Dani is een speler die je eigenlijk nauwelijks tegendoelpunten krijgt. Nou, ik speelde toen in de poolfase 5-4 uiteindelijk gewonnen. Dus tegen mij krijg je ze wel tegen, dus we gaan meemaken. Ja, maar resultaten uit het verleden zijn geen zekerheid voor het heden. Dus Dani is heel erg gegroeid in het toernooi, hè? Dat kan. Heb je nog gezellige mensen meegenomen die je in bedwang houden of die je helpen met voorbereiding? Ja, mijn coach Eldridge en Stefan. Dus, wat zegt zo'n coach tegen jou voor de wedstrijd? Maak hem helemaal kapot. Nou, moet dat nog tegen hem gezegd worden? Want hij is wel heel zeker van zijn zaken. Jij maakt ze kapot. Jij maakt ze kapot. Kopje erbij. Kom eens. Helpt dat bij jou altijd? Je moet jezelf soms even boos maken. Ja, iemand moet je boos maken? Nou ja, meestal kun je dat zelf wel redelijk. Maar als iemand je daarbij helpt, is het nooit vervelend. Maar ik begin er ook steeds meer zin in te krijgen nu. Ik kan echt niet wachten op die finale. Ja, het is een finale inderdaad. Maar wat heeft hij nodig? Want ik ben zeker niet bang. 100%. Klopt. Nou ja, misschien juist wel iemand die extra confidence boost geeft. Zoals zijn coach op dit moment. Maar ik denk op andere momenten ook juist weer iemand om hem om af te remmen en kopje cool te houden. Want heel veel jongens zien er heel vaak koeltjes uit. Iemand als Levi is ook zo iemand. Je denkt dat hij nooit zenuwachtig is. En dan spreek je hem daarna en zegt hij van, ik was zo zenuwachtig. Maar heeft hij dat ook, Tony? Of is het echt? Natuurlijk heb je zenuwen. Ja. Ik vind het wel interessant, echt ook een echt interessante wel. Omdat je natuurlijk, je hebt de hele verdedigende stijl van Dani. Maar je hebt natuurlijk ook de voorzetten van Tony. En dat doet bijna ook niemand. Dus het zijn eigenlijk twee tactieken die eigenlijk bijna niemand echt uitvoert. Maar die dus nu tegen elkaar komen te staan. Ja. En ik ben gewoon benieuwd, ik denk persoonlijk dat de ervaring van Tony net iets meer de bovenhand gaat nemen. Maar dat moeten we natuurlijk allemaal afwachten. Maar het is wel interessant om te kijken wat ze tegen elkaar gaan doen. Ja, want Dani die zal wel wat zenuwachtiger zijn, toch? Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is ook, ja. We hebben hem ook gezien tegen PSV. Die jongen is 17 jaar. Hij heeft al twee enorme favorieten uitgeschakeld nu. Dus hij heeft eigenlijk niks meer te verliezen. Dat sowieso niet. Misschien minder zenuwachtig is dan in die kwartfinale. Die zal voor niemand echt erg. Ja? Ja? Nou ja, we horen het van hem zelf. De verwachtingen van Dani? Ik ben echt helemaal pumped om die finale te spelen. Wel gekalmeerd. Ik ben gewoon vrij rustig genoeg. Dus laat de finale maar komen. Ja, want vertel eens, hoe zit het met de spanning naar zo'n wedstrijd toe? Is dat toch even lekker anders dan die andere wedstrijden, denk ik? Valt eigenlijk nog best mee. Als ik heel eerlijk ben, de wedstrijd waarvoor ik het meest gespannen was tegen Fortuna in de pool. Want dat was mijn allereerste wedstrijd in de E-divisie. Toen zag je ook, dat voelde ik in ieder geval. Je zag het wat minder terug, maar dat ik heel erg trilde. En na Stefano, na de 1-1, na de eerste pool, trilde ik ook wel een beetje. Maar nu eigenlijk helemaal niet zo gespannen. En je mag het opnemen tegen Tony Kok. Ja, dat is toch wel een man met ervaring, hè? Is dat voor jou nog anders of ben je vrij relaxed? Eigenlijk wel vrij relaxed. Ik zit heel vaak met Tony in de party. Gewoon een beetje kloten met hem. Dat is wel altijd leuk. En we kunnen vaak om elkaar lachen. En soms doen we wat oefenpotjes. Meestal wint hij, maar dat is natuurlijk niet serieus. En nu gaat het er wel om. Dus nu is het mijn beurt. Ja, vertel eens wat meer over jullie band. Over onze band. We zitten gewoon vaak in de party. En soms nog even appen, maar ga gewoon over standaard dingen.
Over appen gesproken. Ik zie achter jou natuurlijk allemaal reclame van Team Gullit. Heeft hij je nog een appje gestuurd? Gullit op dit moment nog niet, maar misschien komt dat morgen. Ja, want komt hij misschien nog wel kijken of dat niet? Heeft hij er wel weet van dat jij in die finale staat? Ja, hij heeft er zeker weet van dat ik in de finale sta. En misschien krijg ik morgen een berichtje van hem. Ja, maar wat zegt hij dan eventueel? Nou, gewoon gefeliciteerd. Trots op je, zoiets denk ik. Hartstikke goed. En ja, nu moet je het gaan uitbuiten. Hè. Je hebt natuurlijk hartstikke goed gepresteerd dit seizoen. En wat jou eigenlijk omschrijft is dat je heel weinig tegendoelpunten krijgt. Wat is je tactiek voor die finale? Gewoon mijn eigen spel spelen. Weer proberen zo min mogelijk tegengoals te krijgen. Tony is natuurlijk heel goed in voorzetten. Dus dat kan gevaarlijk bij hem zijn. Maar zodra ik weer met veel man in mijn eigen 16 sta, heb ik genoeg kans om die bal weg te werken. En gewoon mijn eigen spelletje aanvallend. Ja, want door de week in de party zijn jullie eigenlijk vrienden, hè? Maar nu? Nu zijn we rivalen. Maar het is wel mooi om te zien dat hij ook zegt, van eerlijk toegeeft, dat hij echt staat te trillen af en toe. Ja. Hoe stond hij er nu bij, vonden jullie? Vooral aan het begin. Dus hij geeft aan dat hij nu juist wel vrij relaxed is. Het is ook wel eens uit. Ja, sowieso. Ja? Hij komt, dat vind ik het mooie eigenlijk. Hij is zo jong, maar hij komt best wel volwassen en heel, hoe zou ik het zeggen? Hij komt over alsof hij weet wat hij doet, waar hij mee bezig is. Maar hoe gestrest komt hij over zo voor zo'n halve finale, voor zo'n kwartfinale? Wat vinden jullie? Nou, kwartfinale, dat is eigenlijk net precies wat Raoul zei. We hebben die wedstrijd natuurlijk gezien tegen PSV, wat hij net zelf ook zei, dat hij daarna echt zenuwachtig was naar die 1-1. Dat zagen we ook echt, helemaal zuchten en puffen en trillen en zo. Dat zag je wel dat hij echt zenuwachtig was, maar als je het vergelijkt met hoe hij nu voor de camera staat, ja, een wereld van verschil. Dus inderdaad hetzelfde wat Raoul denk ik zegt, hij heeft zo zieke prestaties al afgeleverd. Dus hij heeft denk ik niet meer de druk van, ik moet nog laten zien dat ik goed ben of dat ik het kan. En dat is wel lekker als je zo'n finale ingaat natuurlijk. En kan hij nog een beetje gevoelig zijn voor de intimidatie van Tony? Tuurlijk! Denk het wel. Tony gaat even zo staan. Tony flex even die biceps gewoon en dan is het gewoon klaar weer. Nee, ik weet niet. Ja, het is vooral wat hij zelf ook al zegt. Tony hanteert een bepaalde speelstijl, namelijk die voorzetten. En eigenlijk, nou, je zag het tegen Emma, hij heeft daar 3 doelpunten mee gescoord. Dus als je in dat opzicht dat goed weet te verdedigen, dan heb je al een van de grootste dreigingen van Tony uitgeschakeld. En ik weet niet wat Tony dan zal gaan doen. Spannend, hè? Beetje dan. Ga bijna beginnen, hè? Oeh! Toch? En wat bedoelt, jongens? Kom in. Zeker. Nou, zometeen zijn we terug. Dan de eerste wedstrijd van de grote finale op de PlayStation. Wedstrijd nummer 1 tussen Dani en Tony. Heel graag tot zo. Welkom terug. Het is tijd om te gaan kijken naar de finale. Dani Visser, de jongste speler van de Eredivisie, debutant dit seizoen van de Graafschap. En hij schakelde verrassend wereldkampioen Stefano Pinna uit. Hij gaat spelen tegen Tony Kok van PEC Zwolle. Een echte veteraan die op zijn beurt weer te sterk was voor tweevoudig kampioen Dani Hagebeuk. Veel plezier met de eerste wedstrijd tussen Dani Visser en Tony Kok. En het commentaar is van Raoul en Koen. Welkom dames en heren bij de finale van het PlayStation seizoen E-Divisie 2018-2019. Mijn naam is Koen Wijnand en ik heet jullie heel graag welkom. Naast mij zit Roelie, FC Roelie, Raoul. Wat hebben we hier lang naartoe gewerkt. God, en voorafgaande had ik nooit durven hopen dat wij zulke verrassende finalisten eigenlijk zouden hebben. Ja, toch wel. Toch wel. Ik denk als je van tevoren had voorspeld dat het de Graafschap met PEC Zwolle zouden worden, dat je heel veel geld had kunnen krijgen. Er is afgetrapt door de geel-blauw-witte tenues van de Graafschap. Dani Visser is de man die in charge is namens de Graafschap. Onderdeel van Team Gullit. Onder contract is bij de one and only Ruud Gullit. Hij vertegenwoordigt de Graafschap in het blauw en wit. Tony Kok, veteraan. Grote naam in de Nederlandse FIFA scene. Hij dus voor PEC Zwolle. Ja, hij heeft een ontzettend goede dag eigenlijk tijdens deze knock-out rondes, deze kwartfinales en halffinales. En nu de finale. Speelt fantastisch, bijna foutloos. Ontzettend mooi aanvalsspel. En ik ben benieuwd hoe dat gaat botsen tegen het defensieve spel van Dani Visser. Want we gaan het er eventjes bij vermelden. Dat hebben we al in heel veel wedstrijden gedaan. Hij krijgt bijna geen doelpunten tegen. Nee. Bijna niet. Hij heeft tegen Stefano Pinna, regerend kampioen op de PlayStation. Wereldkampioen. Ja. Heeft hij, wat was het, 1-0 gewonnen en 3-0 gewonnen? Hij was tegen eerst gelijk spel. Ja. Ja, en toen pakte hij hem 3-0 in de tweede leg. Zeer overtuigend. 1 doelpuntje in 2 wedstrijden. En ook tegen Jimmy Donkers van Feyenoord in de halve finale. Had hij aan 1 doelpuntje genoeg om te winnen. Want Jimmy scoorde over 2 wedstrijden niet tegen Dani Visser. Dat zegt heel erg veel. Tony op zijn beurt zeer overtuigend afgerekend met Luc Jans van FCM in de kwartfinale. En in de vorige speelronde, de halve finale, versloeg hij de regerend Nederlands kampioen Ajax-Seed Dani Hagebeuk. Ja,
in een hele spannende golden goal. Wat was dat een fysieke pot ook om commentaar op te geven. En ik denk dus dat wij, nou ja, zoals we het nu allebei vertellen, een redelijke doelpuntmager wedstrijd moeten gaan komen. Ja, je zou het zeggen. Tony loert, zoals heel vaak in elk geval, op de voorzetten. Is echt een man die anders speelt dan de meeste andere jongens die we hier in de Eredivisie aan het werk hebben gezien. Dani Visser op zijn beurt probeert gewoon vreselijk lang balbezit te houden als je in elk geval op de laatste wedstrijden mag afgaan. Ja, je zou verwachten dat voorzetten redelijk optimistisch zijn. Dat je daar best wel veel geluk mee moet hebben. Maar bij Tony ziet het er echt naar uit alsof hij alles, ja, het klinkt natuurlijk raar, maar alsof alles gewoon op maat is berekend en ook daadwerkelijk de bedoeling is. Ja, zoals ik zeg, het klinkt raar dat je dat zegt bij iemand die over FIFA is. Maar er is zo lang achter elkaar, elke jaar bij FIFA nu ook weer geweest dat voorzetten eigenlijk een redelijk grote geluksfactor nodig hadden om te kunnen slagen. En Tony zet zijn voorzetten echt in scène. Hij bouwt rustig op naar dat moment. Zoekt dan naar zijn lange spitsen die hopelijk voor hem bij kleine verdedigers staan. Maar we moeten zeggen, Dani Visser heeft op linksback Alexandre opgesteld en rechtsback Thomas Meunier. Meunier is wel de beste optie om voorzetten tegen te gaan dan daar op rechts achter. Alexandro moet er nog gaan beleven, want Tony speelt eigenlijk met een van de weinigen, of is een van de weinigen, die met Ronaldo op aanvallend mid speelt. Op rechter aanvallend mid. Ja, dat is zeer opvallend, maar Ronaldo was voor hem in elk geval echt de meest doeltreffende man. In elk geval in die kwartfinale tegen Luc Jans. En ook tegen Dani was hij weer zo levensgevaarlijk met die voorzet op Ronaldo. En dan gaat hij weer. Hier, daar is hij al. Hij geeft zoveel power aan die voorzet. Die voorzet die daalt niet. Het is niet zo dat hij met een boogje eroverheen komt en de keeper hem kan vangen. Hij gaat gewoon rechtstreeks naar het hoofd van Cristiano Ronaldo toe. Het is een streep. Ik wil weten hoe hij dat doet. Je kunt het na de wedstrijd vragen, denk ik. Als hij misschien wel de titel in de wacht heeft gesleept. Want die titel is ook ontzettend belangrijk voor wat er de rest van het seizoen gaat gebeuren op het gebied van FIFA e-sports. Zeker weten. Het is niet alleen voor nationale trots en glorie waar de jongens hiervoor spelen. Ook internationaal kunnen ze heel veel aan een eventuele zege in deze finale hebben. Ja, in plaats van vorig jaar waar er een ticket werd vergeven aan de winnaar van eigenlijk de totale E-divisie, allebei de seizoenen. Ja. Wordt er dit keer twee keer 850 kwalificatiepunten gegeven. Ja, de echte Global Series Points. De internationale ranglijst van EA, de ontwikkelaars van FIFA. En op die ranglijst zie je de best presterende internationale spelers. En daar heb je punten nodig, heel veel punten nodig, om je uiteindelijk te gaan kwalificeren voor het grote WK. En daar wil je bij zijn als e-sporter. Aan het einde van het seizoen worden de top 32 per console, met de meeste punten dus, daarvoor uitgenodigd. En kunnen daar voor bizarre geldbedragen gaan spelen. Ja, en als je wil weten op hoeveel je dan ongeveer zou uitkomen. Je krijgt dus 850 punten. En op dit moment is het zo dat de nummer 10 op die internationale ranglijsten 6-7 punten hebben. Het wordt 1-0 hier voor de Graafschap. Wat een raar moment. Tony kijkt om zich heen, snapt het niet. Dani reageert eigenlijk kalm. Het lijkt een cadeautje, Roelie. Ja, hij heeft geluk daar. En Dani weet het ook, die lacht. En in tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden hebben beide spelers nu een coach naast zich zitten. Dat wordt normaal niet gedaan en nu wel. En Tony kijkt daarom rechts. Maar ik weet niet of dat nou per se een voordelig of een nadelig iets is. Dat je direct gaat wegkijken. En ja, het is echt wat Dani Visser zelf ook zegt. Een kut goal. Ja. Maar ja, goed. Dat soort doelpuntjes heb je nodig. En voor Tony wordt het een hele lastige situatie. Helemaal als wij net iemand gaan prijzen voor zijn defensieve spel. En het aantal doelpunten dat hij niet tegenkrijgt. Dan is dit het laatste wat je wil. Dan is dit het laatste wat je wil. Inderdaad, absoluut. Een first time shot niet gedankt. Ja, wat je zegt klopt wel over dat met een coach naast je spelen. Natuurlijk kan het je enorm helpen in bepaalde situaties. En vier ogen zien altijd meer dan twee. Tegelijkertijd moet je het ook maar net kunnen. Ik weet van vroeger dat ik het ook niet altijd lekker vond als iemand continu over mijn schouder mee aan het kijken was. Nee, maar je gaat zoals Tony misschien nu ook doet, vaker naar rechts kijken. Een soort van bevestiging zoeken van oké, het was een kut goal. Ja. Maar ik wil nog wel eventjes bevestigd krijgen dat het inderdaad een kut goal is en dat ik er niet zo heel veel aan heb kunnen doen. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja, hij zal er niet te veel mee bezig moeten zijn. Gewoon met zijn eigen spel. Het spel is nog niet zo heel veel mis mee, lijkt het. Het zal een zinderende finale worden. En in elk geval wel lekker dat de wedstrijd snel is opengebroken met dat doelpunt. Daardoor gaan we toch iets offensiever spel van Tony mogen verwachten, denk ik. Ja, normaal iemand die ook heel graag op balbezit speelt. Meerdere malen al aangehaald. Gaat nu bij de afgelopen 30 weekend leagues. Of de afgelopen drie weekend leagues. Elke keer 30-0. 90-0 in totaal. En hij had een keertje een overzicht gepost. Op Twitter was dat volgens mij. Of op Instagram. Waar je Tony natuurlijk ook op kan volgen. Kleine pluk. Dat hij in één weekend league maar 8 tegendoelpunten had. Ja, en dat hij dus van de 30 wedstrijden 22 rage quits had. En dat, nou, dat,
is zo bizar. En dat geeft ook aan dat Tony iemand is die graag heel vroeg op voorsprong komt. En dan gewoon ontzettend goed aan het verdedigen is. Ja. Nou, 8 tegendoelpunten, dat is wat wij soms krijgen in 2-3 potjes. Ja, precies. Als het eventjes mee zit. Dan, ja, als ze er een keer makkelijk in vliegen. Nu is de laatste minuut van de eerste helft aangebroken. Van de eerste leg dan ook nog eens. Dat moeten we natuurlijk onthouden. Na deze wedstrijd is het nog niet meteen voorbij met deze finale. Dan komt er nog een tweede leg. Die laatste minuutjes zijn ingegaan. De blessure dit loopt. De Graafschap krijgt nog een vrije trap. Uiteraard een derde man erbij geroepen die eventueel diep zou kunnen gaan. Er worden spelers uit de muur gehaald. En Gullit loopt er dan overheen. Eusebio ook. Wordt afgedekt. Ronaldo. Oh. Geraakt nog. Nog een cornertje. Ik denk dat hij probeerde Tony voor te zijn. En daardoor een hartschot in de korte hoek deed. Oh, yes! De doelpunt is dit! Uit het niets! Van, ik denk 25 meter ver van de zijkant. De paas van Maldini op Cristiano Ronaldo. Ja, perfect getimed. Ja. Wat een doelpunt. En zagen we bij je 1-0 al ongelooflijk op Tony's gezicht. Dat is nu dubbel zo erg. Hij lijkt er helemaal klaar mee te zijn. Hij kan het niet geloven. Ja, dit is hoe je FIFA 19 uitspeelt. Wauw. Er was nog die vrije trap. Toen kwam toch nog die hoekschop. Hoekschop was eigenlijk al uitverdedigd. Maldini pikt volgens mij die bal op. En dan is het Cristiano Ronaldo met dat schot. Uit het draai, uit het niets. Ja, ja, zolang het goed getimed is, kan het allemaal dit jaar. En met 2 schoten op doel in de eerste 45 minuten staat de Graafschap, ja, wellicht wel heel verrassend, op 2-0 voorsprong tegen PEC. De superboeren uit Doetinchem. Ja, ze kunnen het gewoon doen. Ja, laten we wel zeggen, dat is ook al prachtig aan dit seizoen van de E-divisie. Dat dus clubs als de Graafschap en PEC Zwolle toch in elk geval niet uit de traditionele top 3 nu zo ver zijn gekomen. Nee, exact deze hele opzet waar eigenlijk het budget van een club vrij weinig meespeelt, omdat elke speler gewoon toegang heeft tot alle mogelijkheden. En in tegenstelling wat jij zegt, tot vorig jaar zie je dan dat clubs als PEC Zwolle en de Graafschap in één keer verrassend de finale kunnen halen. Ja, FC Emmen al bij de laatste 8, dat was ook al prachtig. Heracles zien we natuurlijk heel vaak goed presteren, dat is het leuke aan de E-divisie. Ja, en daarnaast ook het opkomend talent wat zo ontzettend goed is. We zien het hier met Dani Visser, een hele jonge gast, vrij nieuw in de scene. Natuurlijk vorig jaar al bij Team Gullit aangesloten. Maar dat hij zoveel indruk weet te maken. En ook gewoon uit de knockouts weet door te stomen. Het is echt een dark horse. Hij zat in die loodzware pool samen met Tony, samen met ook Jimmy. Ja. Bastafa, Excelsior hebben we nog niet eens genoemd daarnet van de kleine clubs. Maar die zaten in die loodzware pool C. En Dani werd veroordeeld eigenlijk tot de play-offs. Ging niet direct door naar de knockouts. Maar hoe hij zich in dit E-divisie PlayStation seizoen naar die finale heeft geknokt en nu met een 2-0 voorsprong hier staat te spelen, dat is echt ongekend. En hij verdedigt ook gewoon zo ontzettend goed. Ja, het is AI-defending. Iemand zei dat laatst, of Bob zei dat een keertje toen hij had verloren van Dani. Ik heb tegen de beste AI-defender van de wereld gespeeld. Ja. Ja, dat zei eigenlijk, het klinkt alsof het een soort van sneer is. Maar ik weet vrij zeker dat het als compliment bedoeld is. Want ja, dat is gewoon hoe je moet verdedigen dit jaar. En Dani, nogmaals, is daar een van de beste in. Ja, je verdedigt natuurlijk ook niet in je eentje. Je moet de rest van de ploeg gebruiken. En Dani doet dat dus inderdaad als geen ander. Niet alleen het verdedigen met het poppetje dat je zelf geselecteerd hebt. Ook de rest van de ploeg hier is hij op weg naar misschien wel 3-0 in CBO. Ronaldo die niet lekker aansloot. Bij Tony was dat een doelpunt geweest. Daar was die voorzet perfect op het hoofd gevallen. Ja, dat was een magneet. Hier Cristiano heel sterk daar. Tony moet proberen heel rustig te blijven. Was heel even van de leg leek het, maar aan zijn houding en focus nu te zien is hij weer helemaal terug. Mentaal gezien. Daar is hij dan. En hier is de goal. Wat een schitterend doelpunt, Roelie. Buitenspel. Is het buitenspel? Buitenspel. Het is buitenspel. Ongelooflijk. Ronaldo stond daar buitenspel. Wat deed je dat nog mooi met die bal terug. Ja, vol. Goh. Het scheelde waarschijnlijk, het scheelde bijna niks, denk ik. Oi, oi, oi. Dan kun je niet anders zeggen op basis van het eerste uur dat het hem ook niet echt mee zit. Nee, en daar heeft Dani dus inderdaad heel veel geluk. Want ja, hij kan er vrij weinig aan doen dat die speler buitenspel staat. Ja, nee, zeker. Ik vond het mooi gezien. En hij kopt hem nog terug naar Gullit. Het was prachtig uitgespeeld. Maar ook die 1-0 van Dani die natuurlijk bij Tony al rauw op zijn dak viel. Het was een raar doelpunt. Die 2-0 waar je eigenlijk al niks aan kunt doen. Ja, wat jij zegt, je kan er niks aan doen. Ja, je kan je keeper bewegen, maar welke ziel zal er verwachten dat op dat moment uit te draaien, 180 graden van het doel af, iemand denkt, weet je wat, laat ik hem eventjes gaan timen, groen, en dan erin schieten. Komt hij weer. Nu heeft hij zijn keeper daar neergezet. Ja. Deze was redelijk voorspelbaar. Laten we naar Tony kijken. Hij zit nu heeft het overleg met de coach.
Hij kijkt peinzend. Dani oogt ontspannen, uiteraard. En dan zitten de moeder en vader van Dani Visser ook in het publiek. Nou, die zouden een partijtje gek worden. Die vader die al echt elke wedstrijd ermee is gegaan. Elke wedstrijd erbij is geweest. Ja, dan ben je toch trots. Zag je de trots in zijn ogen op het moment dat zijn jongen van een bekende e-sporter in de scene had gewonnen? Ja, nee, niet gezien. Dat moet fantastisch zijn. Ja. Ik herinner me nu heel goed. Er kwam een keertje Dani die dus op het laatste moment uiteindelijk nog een wedstrijd wist te winnen. Zijn vader die was volgens mij nerveuzer dan hem. Dat is toch goud om te zien. Vader is natuurlijk niks. Oh, het is ook een raar moment weer. Goed, ik moet nu weer denken aan het moment dat we vanuit de studio, mijn studio E-divisie, belden met Dani. Die was speler van de week geworden. En dat hij op zijn middelbare school een iPad of een laptop op een doos, een stapel boeken moest zetten om goed in beeld te komen. Dat is een geweldig beeld als je bedenkt dat hij nu hier in de finale staat van het E-divisie PlayStation seizoen. En eigenlijk op de drempel staat om hier kampioen te worden. Ja. Is wat vroeg misschien, maar... Uiteraard met 2-0 benen nog lang niet. En voor Tony is het nu een zaak om een hele duidelijke strategie te gaan formuleren. Oh, als hij goed getimed was, zat hij erin. Ja. Dat is balen. Maar ja, dat is het ding bij twee legs. Ga je nu met nog 20 minuten te gaan, toch wel. Druk zetten. Ga je proberen 2-0 te houden. Ja. Ja, als Tony wil je nu gewoon die aansluitingstreffer maken. Maar wat je zegt, als je nu op 3-0 achterkomt, ja, dan is het over en sluit normaal gesproken op dit niveau. Als je 2-1 weet te maken, dan ligt het helemaal open. Eusebio. Dat wordt hij toch ook voor Dani, iedereen gebruikt, hè? Is het helemaal prima natuurlijk, toch? Ja. Lekkere minuutjes. Zeker weten. Een kwartiertje nog maar. Toch een klein beetje de wanhoop bij Tony. En Dani doet het heel rustig aan. De Gea wandelt. En dit duel wordt gewonnen. En dan kan de Graafschap de bal weer lekker in de ploeg houden. Ja. Rustig, de driehoekjes. Dan zal hij wel weer terug gaan naar de verdediging. Houdt hem nu nog wel even voorin. Maar hij gaat nog sneller naar voren dan ik had verwacht. Bal kwijt en nu kan Tony misschien komen. Het is eigenlijk weinig kans van slagen, die paas. Ja. Nou, misschien toch ook een stukje spanning. Hij oogt wel rustiger dan in die wedstrijd tegen PSV. Dani. Ja. Ja, die heb jij van commentaar mogen voorzien. Als je het zo ziet, dan heeft Dani het allemaal zo knap afgedwongen. Hij verslaat gewoon 3 grote namen op rij dan. Ja, en tegen wie moest hij die vorige ronde natuurlijk ook? Jimmy. Daar oogde hij ook heel zenuwachtig. Dat was zo'n rare wedstrijd. Hij kwam 2 keer goed weg, zei hij ook achteraf. Jimmy had 2 keer een kans. Eén keer met Pelé, één keer met Eusebio. Het was eigenlijk krankzinnig dat die ballen er niet in gingen. Dat heb je soms nodig. Verder speelde hij ongelooflijk kalm en vaardig. Het is knap. Volwassen. Heel volwassen. Volwassen. Maar Tony is natuurlijk ook op achterstand gekomen tegen Ajax. Dat hebben kunnen omdraaien in de laatste minuten en een goal naar zich toe weten te trekken. Dus ik verwacht misschien nog wel een doelpuntje in deze laatste 10 minuten. Ja, dat is precies wat Tony nodig heeft. Hij moet die drukte weer opkrijgen. Zie je ook hoe Dani Meunier selecteert om Ronaldo af te dekken. Ja, gaat het nog richting Ronaldo daar. Botsing, Tony mag door. Het zou voor de wedstrijd niet onaardig zijn als Tony toch voor het eind van deze eerste leg nog een aansluitingstreffer maakt. En natuurlijk is de oude meester uit Duivendrecht, uit Amsterdam, nog lang niet op zijn rug. Natuurlijk kan het allemaal nog. Er komt nog een hele wedstrijd aan. Dan vraag ik me toch echt af wat die coach nou allemaal daarnaast zegt, want het heeft niet echt zin met Stoney die een koptelefoon op heeft. Ja, misschien hoort hij het er toch doorheen daar, maar... Ik ben ook benieuwd of dat dan vooral mentale dingen zullen zijn of toch ook strategische, tactische aanwijzingen. Die zullen voornamelijk tussen de 2 wedstrijden door heel veel gegeven worden.
Nu dan. Laatste kans van de wedstrijd voor de Graafschap. Geen voorzet, zou je Tony normaal altijd zo zien geven. First time, ja, bewogen keeper. Voorspelbaar natuurlijk. En dan zal Dani de bal vast blijven houden en misschien nog eventjes uittrappen. Maar dan is de wedstrijd zo goed als voorbij. Ja. Nog, hij is voorbij. En dan wordt het terug naar de tekentafel voor Tony. Wauw. Het gekke is dat het eigenlijk heel erg gelijk op is gegaan. Maar Dani heeft twee keer gescoord en Tony niet. That's it. Als je kijkt, was het een eigen doelpunt, stond er? Volgens mij stond er een eigen doelpunt, nou in ieder geval. Eigen doelpunt? Ja, of ik ben echt helemaal... Kan ik me eigenlijk bij beide doelpunten niet voorstellen. Ja, er wordt hier nog even over nagepraat. Eigen doelpunt. Ja, ik dacht dat te zien bij die herhaling. Dan heb je allemaal dingen met goal en miss of op de bal of een redding. En, volgens mij zag ik dat events erbij staan. Ja. Gebeurt het. Maar ja, maakt het voor Dani wat uit? Nee, helemaal niks. Zo. Ja, maar even, deze uitslag bij rust, 2-0. Wat was voor wedstrijd? Ja, eigenlijk wat we net aangeven. Best wel gelijk opgaand. Eerste goal was voor Tony zeer ongelukkig. En eigenlijk hetzelfde verhaal als in de halve finale tegen Jimmy. Tegen Dani moet je niet achterkomen. En dan speelt hij dat fantastisch uit. En die tweede goal was krankzinnig. Ja. Gewoon mooi, knap gedaan. De meta. Ja, en dit is de eerste. Ja. Ja, hier, die ging leek Eben Wennemars wel. Ja. Die verdediger, die was aan het schaatsen in één keer. Zag je dat? Struikelson. Ja, dat is natuurlijk helemaal ongelukkig voor Tony. Maar goed, dat hoort erbij. Ja, dat is, nee, dat is zeker. Kijk hier, daar ging Eben Wennemars vandoor. Ja, het is heel lelijk, ja, omdat je zeg maar, je doet wat je moet doen. Namelijk de bal onderscheppen. Ja. En dan tot twee keer toe krijgt hij hem terug. En dan valt hij helemaal perfect. Ja. En Dani heeft er geen boodschap aan, uiteraard. Nee, natuurlijk niet. Dus voor Tony de lucht, want die tweede goal is een fantastisch doelpunt. Die tweede van Dani. Daar kun je ook vrij weinig aan doen. Ja, Tony zal het gevoel van, ja... Maar dat is wel een andere vorm van dat je bij niks aan kan doen. En zeker, zeker. Dit is gewoon knap van Dani. Dit is gewoon, zo ja... bizar. Yeah! Maar dit is toch een hele mooie goal? Ja, ja nee, is schitterend, ja, uiteraard. Er is ook maar één man in het spel die dat kan, volgens mij. Hij heeft daar rug nummer 8. Ronaldo, met camperkip op de schouders. Ja, toch? Bassie is daar vooral heel allergisch voor. Nou, Bas, dat snap ik. Allergisch voor die rug nummer 8. Ja, dan heb je CS en dan rug nummer 8 en A9 met nummer 10. Dan denk je, ja, jongens, kom eens. Dan heb je bijvoorbeeld Cruijff die dan rug nummer 14 heeft, ja. Dat is toch raar, hè? Dat klopt niet. Maar goed, hij maakt een prachtige goal. 2-0 dus voor Dani. Hoe heb jij daar... Deze jongens geven commentaar, maar hoe heb jij daar naar gekeken? Ik heb altijd commentaar op de jongens die commentaar. Ja, maar ja, dat doe je gewoon als niemand je hoort, hè? Dat is op I-Divisie 2-kanaal. I-Divisie 8. Ja, dus, ik weet niet, dat komt helemaal nergens op eigenlijk. Nee, maar ja, wat die jongens ook zeggen. Als je achterkomt tegen Dani, heb je gewoon een probleem. Dat is gewoon klaar, ja. Ja. En aan Tony Kok, je ziet ook aan Tony Kok inderdaad dat hij... wel iets anders speelt dan dat hij normaal gesproken misschien zou doen. Hij probeert wel die voorzetten, maar het komt ook niet echt helemaal uit. Dus ja, het is de eerste fase was voor Tony eigenlijk, de eerste 20 minuten. En daarna was, ja, naar de doelpunt was het wel een beetje... Tony had eigenlijk misschien nog een mooie doelpunt. Tony had eigenlijk het mooiste doel van de wedstrijd, maar hij had afgekust vanwege bij het spel. Ja. Hey, en jullie noemden net al in je commentaar de vader van Dani, hartstikke trots. Die ouders die zijn natuurlijk ook hier, dus die kijken mee in die green room. Ja, het is mooi om te zien dit. Lekker, hij is zich bewust van die camera. He? Ja, ja, ja. Dat heeft hij geleerd. Hop, synchroon juichen. En alleen maar mandarijntjes voor zich. Nee, joh. Tuurlijk. Pakken met de kwaliteit van de tegenstander. Ja, dit is wel geen. Tegen Tony. Ja, shots fire. Ja, ja, lijp. Ja. Dit is wel echt prachtig. Ouders hebben veel emoties. En wie weet, Dani ook wel na deze eerste wedstrijd. Ja. Lijkt net of ze in de achtbaan zitten. Ja. Beetje, en synchroon, hè? Een beetje hetzelfde als ik, denk ik, als ik score. Nee, het ziet er goed uit. Ik ben blij dat ze blij voor mij zijn. Ja, ik denk dat het met zelfvertrouwen voor die tweede wedstrijd ook heel erg goed zit, hè? Ja, zeker weten. Echt 100%. Ik hoop dat ik hem ga winnen. Ik denk ook dat ik hem ga winnen. Ja, ga je nog iets anders doen? Nee, zeker niet. Eigen spel. Ik speelde denk ik weer heel relaxed. Irritant zelfs voor hem. En ik denk dat ik dat gewoon weer moet gaan doen. Weet je wat het was? Voor de wedstrijd spraken wij Tony. En die was er 100% zeker van dat hij hem ging winnen. Maar nu hebben we hem toch even de mond gesnoerd. Ja, nu zijn we rivalen. Dus nu moet ik er alles aan doen om dat niet waar te laten zijn. En één been. Ja. Zo, die is even gegroeid in die finale natuurlijk. Ja, mooi een been of? Nee. Bas. Ja, Bas kan echt... Oké, Bas. Dit is toch prachtig om te zien? Nee, sorry, Aleta.
Het is maar goed dat wij commentaar geven. Ja, precies. Echt, hè? Dan moet je ook verder niet hebben wat gaan, jongens. Nee, maar goed. Laten we dan maar met Koen verder gaan. Want ja. Ik wil ondertussen even Olieboy. Ik heb het niet met Krenten. Maar ik ben heel gedreven, hè, Bassie? Ja, eet maar lekker door, jongen. Hier, of ze verhuilen, ja? Jongen. Ga verder, mooi, ga door met je lus verhaal. Lus je Krenten? Ja. Normaal gesproken lus je eigenlijk ik moet, niet. Ik leef al jaren met een zure krent omheen. Dus okay. Ja, maar dan... Goed. Goed, nee. Verder met je verhaal, jongen. Maar ja, je had het nog even over Dani. Dat het mooi was om te zien hoe die daar relaxed het nu staat. Het lijkt er toch in niks een jongen van 17. Inderdaad. Kijk hem ook eerder. Die baard ook. Hij heet wel Bas even. Hij lijkt in niks een jongen van 17 tegen die vedette, tegen Tony, die dus inderdaad, Bas, smakelijk, die eerste wedstrijd al de mond heeft gesnoerd. Ja, Tony, niet het begin wat je had verwacht en ook niet waarop je had gehoopt, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, ik vond dat ik zelf sterk begon. Alleen hij kwam gelukkig op 1-0 en vervolgens in de kluts paas die bal naar zijkant en dan schiet hij hem alsnog van ver binnen. Dani is een lastige tegenstander om tegen te scoren en dat bleek ook wel weer deze wedstrijd. Ja, ik heb zelf ook niet veel gecreëerd, maar ik denk dat we eigenlijk in feite allebei geen kans hebben gecreëerd. Alleen dat hij iets gelukkiger was dan ik deze sport. Ja, voor de wedstrijd zei je dat je 100% zeker was dat je hem ging winnen. Op hoeveel procent zit je nu? Ja, wat een stukje spannender. Nee. Ik denk dat er nog steeds een comeback in de maak is. Als het nog steeds mogelijk de ballen rond, zoals ze zeggen. Dus ja, ik ben benieuwd. Wat ga je anders doen? Nou, ik hoop dat ik nu gewoon meer geluk heb. En dan wie weet valt hij deze sport mijn kant op. Ja, maar je tactiek zal misschien ook wel anders moeten. Nee, ik denk dat ik op zich prima speelde. Ik denk dat ik misschien iets sneller af en toe moet schakelen. Dan denk ik wel dat het goed komt. Ja, want denk je dat het echt met geluk te maken had? Ja, als je ziet hoe mijn... hij loopt tegen mijn Vieira aan. Daarna strijk ik op mijn Vieira, leg een pan klaar, kan hij binnenschieten. Dus, maar het ligt aardig geluk. Maar de tweede goal schiet hij prima binnen. Maar, ja. Dus die krijgt hij van me. Ik snap het ook wel. Ja. Wat zeg je? Je snapt het wel? Ik snap ook wel dat hij zich een beetje beklaagt over dat doelpunt. Het is ook gewoon gelukt. Dat maakt toch ook niet uit. Ik bedoel, het is natuurlijk wel, het is wel dubbel zuur dat het dan inderdaad tegen Dani gebeurt. Ja. Dat maakt het extra zuur. Maar hoezo? Als je weet van, ik kan nog makkelijk een 4-5 doelpunten maken, bij wijze van spreken. Al omdat Dani zich goed verdedigt? Ja. Ja. Dus als je dan, je weet, je moet niet achterkomen en dan kom je achter. Nou, kijk, als het dan echt iets is waar je niks aan kan doen in de zin van je met outplayed. Maar als je dan op zo'n manier achterkomt, dan is het extra zuur. Ja, dat is gewoon zo. Maar wat moet hij doen, behalve hopen dat hij geluk heeft? Nou ja, het was ook niet zo dat hij zelf heel veel had gecreëerd. Tuurlijk is het ongelukkig. En dat tweede doelpunt, dat was gewoon een hele goede, ja, heel goed schot van Dani. En dat had Tony dan misschien op moeten anticiperen door zijn keeper te bewegen. Maar dat is achteraf heel makkelijk zeggen en dat doe je in zo'n wedstrijd niet. Maar voor de rest heeft hij ook niet zelf iets gecreëerd waarvan je zegt, nou, dat is wel wat... Ja, dat doelpunt misschien, maar dat is wel afgekeurd. Ja. Ja, dat was een heerlijk doelpunt, maar ja. Tot nu en toe... En Tony, maar... We zijn er nog niet. In 1 over till it's over. En dus Dani nog maar met 1 been. En Bas, heeft hij die titel binnen met 1 been. Zometeen zijn we terug met de ontknoping. Wedstrijd nummer 2 tussen Tony en Dani. En misschien wel een comeback van Tony. Hij heeft het geluk in elk geval nodig. Tot zo! Welkom terug. We maken ons natuurlijk helemaal klaar voor die tweede finale wedstrijd tussen de Graafschap en PEC Zwolle. Gaat het nog spannend worden? We horen het van Raoul en Koen. Veel plezier. Welkom terug bij de tweede wedstrijd tussen PEC Zwolle en de Graafschap. We hebben de eerste wedstrijd afgesloten met een overwinning van Dani Visser. Maar liefst 2-0 wist hij te winnen van Tony Kok. En beide heren hebben zojuist in de interviews aangegeven, Koen, dat zij niks gaan veranderen aan hun tactiek en strategie. Van Dani snap ik het. Die staat namelijk 2-0 voor. Maar bij Tony vind ik dat eigenlijk een hele opvallende keuze. Ja, dat had ik ook niet per se verwacht. Ik denk, die gaat echt vol op de aanval spelen. Die gaat ons moet ook verrassen. Wel. Hij moet, zou je zeggen. Hij trapt in elk geval af. Tony Kok, e-sporter van PEC Zwolle. En vorig jaar was hij nog e-sporter van FC Twente. Het jaar daarvoor stond hij onder contract bij Telstar. En tussendoor was er nog eventjes een moment dat hij voor PSV uit zou gaan komen. Zullen we verder niet over uitweiden, maar... Tony mag een veteraan en een nomade worden genoemd. En gaat hier misschien wel heel snel voorsprong komen in de tweede pot? Nee. Dat zou wat zijn dat hij in één keer eventjes weer met een van zijn befaamde voorzetten het eerste doelpunt weet te scoren. En ja, Dani gaat redelijk moeten afwachten en toekijken deze wedstrijd. Lijkt dan dat Tony toch wel vol vroeg druk zet nu. Dus dat lijkt dan toch iets anders. Want, ja, het kan ook een psychologisch iets zijn, hè, dat hij zegt ik ga niks veranderen. Wie weet staat Dani ook wel in die green room bij de interviews. Ja, dat is, of niet in de green room, maar in die interviewruimte. Ja. Dat kan. Beide heren en hun coach is in ieder geval heel scherp.
Ja, wij horen de coaches nu ook. Eerst de lek. Is dat voor ons onmogelijk, maar als het goed is, horen wij die nu ook. Voor u thuis was dat misschien allemaal al wel mogelijk. Ja, er kwam niet heel veel wijsheid uit. Ja, sorry, maar ja, het gebruikelijke. Je kan dit, je moet dit winnen. Strijdend ten onder. Strijdend ten onder. Als het ondergaat, ja. Dat soort one-liners zijn er allemaal uitgegooid. En Dani staat nu ondertussen wel al gewoon met één been in de qualifiers. Ja, omdat hij natuurlijk ook met die 850 punten, die hij zou krijgen wanneer hij wint, hele goede stappen daar naartoe maakt. Ja. Het is namelijk zo dat de kans groot is, is al een beetje berekend, dat je aan die 850 punten alleen niet genoeg hebt. Maar als je dan daarna ook nog thuis in de Weekend League regelmatig scores haalt, zoals een 27-3, waardoor je dan ook weer mee kan doen aan een bepaald kwalificatietoernooi, dan krijg je daar ook iets van 30 of 40 punten per keer voor. Nou ja, doe dat 10 keer en dan ben je er al wel. En dat klinkt heel moeilijk om 10 keer 27-3 te gaan, maar voor deze jongens is dat niet zo moeilijk. Nee, en ik denk erbij ook nog eens dat deze jongens zich echt kunnen kwalificeren voor al die events door de online qualifiers die er in de weekenden worden gespeeld. Ja. Deze jongens die gaan echt op wat punten met elkaar spelen. En dan bij die uiteindelijke qualifiers, waar deze punten dus ook aan bijdragen, dan kan er pas echt geld verdiend gaan worden. Wanneer er goede prestaties worden geleverd. En daar zal Team Gullit daar niet natuurlijk ook voor motiveren. Zo! Niet goed getimed. En toch een klein kansje weer voor de Graafschap. Ja. Deze tweede leg. Dat is een heel langdurig balbezit. We zagen er boven in beeld ook 95% passing van beide heren. Dat zegt natuurlijk aan de ene kant dat ze super nauwkeurig aan het passen zijn. Aan de andere kant zegt het ook dat ze weinig risico nemen en dus gewoon lang over de aanvallen doen. Cruijff krijgt hem toch bij Gullit. Gullit krijgt hem op zijn beurt weer terug en kan nu gaan schieten. Valt die bal uiteindelijk nog voor Kanté? Nee, zeker niet. En die krijgt hem dan in zijn eerste delen. Ja, ja. Waardoor de animatie kloppend wordt gemaakt. Zo, hier wordt Cristiano weggestuurd. Walker komt er toch nog bij. Ingooi voor de Graafschap. Die komt eventjes een been eromheen. Ja, de Graafschap is in het geel-blauw. De mensen die later ingeschakeld, of dat nog niet door hadden. En de Graafschap door de eerste leg een 2-0 voorsprong. Ja, dit zullen we nog een paar keer gaan zien. Ballen van de linksback naar de rechtsback. Hop, nu van Mandini de centrumverdediger naar de linksback. Ja. Waarschijnlijk weer helemaal naar de rechtsback. Dat is misschien wel de meest gegeven paas. Hier, daar komt hij. Oh. In FIFA. In ieder geval in de E-divisie. Ja. Hey, tegenstander uitlokken, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ik ben nog steeds van mening dat ze, dat hebben ze natuurlijk geprobeerd te doen met constant pressure en met druk zetten met je hele team. Bij je analoge, bij je D-pad. Maar er is niet echt een manier om nou in één keer te zeggen, weet je wat, ren echt allemaal naar een speler toe. Ja, echt vol die druk zetten. Dan probeert het nu wel echt. Maar hij komt er volgens nog telkens vrij makkelijk onderuit, die druk. Deze paas werd half onderschept. Ja, nu heeft Tony hem even te pakken, rond de middenlijn. Juist hoeveel mensen druk gezet en dan... Wat je nu twee keer ziet is dat Tony die bal wel verovert uiteindelijk. Op een gegeven moment komt hij ertussen, maar dan raakt hij hem zelf te snel kwijt. Dat is het allermoeilijkste aan FIFA als je 1-2 doelpunt achter staat op dit niveau. Omdat dat je dan geduldig, juist ook weer zo rustig moet opbouwen. Maar je wil zo graag. Je wil aanvallen, je moet. Ja, je ziet een opening en op dat moment denk je eigenlijk niet goed na over... Hey, kan ik daar een goede kans uit creëren of loop ik daarmee een bepaald risico? Ja. Je ziet eigenlijk alleen dus van hey, een opening, daar moet ik naartoe gaan. En die denken van oké, de kans dat die paas aankomt en dat ik dan in een positie zit. Precies, dat je waar daarna ik er weer wat mee kunt. Juist, ja. Dat is het. Meestal is de paas dan wel goed, maar daarna komt die speler vervolgens in zo'n moeilijke situatie dat hij onder druk zit van 2-3 tegenstanders, dat je hem toch daarna kwijt bent. Tony zal dus geduld moeten bewaren. Dat is de conclusie. Kan hij dat? Hier is hij op links met R9. Voorzet gekraakt. En dus lijkt het zo'n finale waarin er zo weinig gebeurt. Sterker nog, dat is zo. Ja. Ik heb het hier wel eens met Bas over gehad. Ja, dit lijkt alsof het niks is, maar ja, dat is eigenlijk schaken. Bij schaken heb je ook gewoon heel veel zetten waarbij er niet een pion of een paard of een toren ten onder gaat. Dat is het, ja. En voor Dani is het tegelijkertijd echt een beetje running down the clock. Ja, nogmaals, het lijkt alsof er niks gebeurt, maar eigenlijk is elke minuut een hele positieve minuut voor Dani. Ja, nu, die er nu weer doorkomt. Mensen vrij voor de goal. Wow, wat een actie. Wat een actie. Cristiano. Oei, En dan Kanté, heel belangrijk. Die akka binnendoor was lekker, zeg. Zo. Hoe zou jij hem noemen? Het is een soort binnenste buiten akkaatje.
Is dit de reverse Elastico? Is dat hem? Nee, dat is niet Elastico. Dat is hier de achterlangs. In elk geval een variant op de Akka. De man van Eusebio. Oh, verder wat doe je? Ja, dit is een... Zit het toch allemaal even niet zitten op dit moment, hoor. De coach van Dani, deze geef je hard en kort voor. Dani, nee, wacht maar eens. Maar dit zegt die coach wel goed. Inderdaad, doe hem kort. Geen aanval geven aan Tony op het laatst. Hou die bal gewoon vast. Ja, Dani begrijpt in ieder geval wel wat zijn coach bedoelt. Ja. Geen balverlies. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. De laatste secondes van deze eerste helft. Van de tweede leg. Van de finale van het PlayStation 4 seizoen van de Eredivisie. Ja. Tony gaat met constante druk spelen, horen wij. Dat stelt zijn coach wel voor. Legendarische pestspeler. Dani zit er alweer klaar voor. Ja, Dani hoeft nogmaals niks te veranderen. Het gaat helemaal top. Ja. Die heeft vooralsnog geen doelpunt tegengekregen. Oh, oh. Ongelooflijk. Gaat hij dan in de finale ook weer twee keer de nul houden? Dat zou toch wel echt zeer, zeer bijzondere presentatie zijn. We zien dat Tony is geswitcht naar ultra aanvallend. Zijn meest aanvallende tactiek. Ja. Hij moet ook. Hij heeft twee doelpunten nodig in 45 minuutjes. Op zijn minst om een verlenging uit te slepen. Daar is hij dan die voorzet. Alexandro heel goed mee teruggelopen. Kijk eens even hoeveel man van de pack daar nu lopen. Ja. Komt hij? Ja, daar, komt-ie. Daar is hij. Schitterend doelpunt. Hij maakt hem snel. Even all the way. Ja, dit is die druk die je dan direct voelt en heel erg goed uitgespeeld. Nou, niks aan de hand, zegt de coach tegen Dani. En dat is natuurlijk wat een coach hoort te zeggen, maar er is wel degelijk wat aan de hand. Want dit is de eerste kans van Tony in deze wedstrijd. En een oh zo belangrijke, want met nog heel veel minuten te gaan. En een tactiek en een formatie die, ja, zoals het al zegt, ultra aanvallend. Ja, echt, nou ja, waarschijnlijk zo ontzettend offensief zijn dat het alleen maar werkt in zo'n situatie. Ja, dit is precies wat hij nodig had. Ja, maar eigenlijk is het enige wat Dani nu kan doen, zelf ook druk uitvoeren. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of Dani echt met de druk erop gaat spelen of dat hij gewoon nog langer die bal in bezit gaat proberen te houden. Het zal hem puur om de bal gaan. Het balbezit, dat wil hij hebben. Ja, maar ik ben niet van overtuigd dat met enkel balbezit je dit gaat kunnen winnen. Hij zal heel rustig. Kijk, als jij heel rustig, maar als jij zoals nu heel rustig aanvalt, dan gaan jouw backs op een bepaalde vlak mee naar voren. En hier heeft Meunier de bal nog net tijd onder controle. Maar op het moment dat jij heel lang rondspeelt, dan gaan jouw backs automatisch gewoon mee naar voren. Die sluiten aan. En dat doen je aan verdedigende middenvelders ook. Ja, als je dan zo'n bizarre counter van Peck op je neus krijgt. Het wordt in elk geval een heel interessant laatste half uur nu. Dankzij Tony, die er meteen op is geklapt in de tweede helft. Waardoor het verschil nu nog maar één doelpunt is. Kijk, dan ja. Tja. Tony had hem voorgegeven. Precies. Nu dan, Ronaldo. Oh, stond niet buitenspel volgens mij. Werd te laat gezien. Is dan een ingooi of een corner. Wat ik nooit net vond bij het doelpunt van Tony was dat we... Tenminste, ik verwachtte eigenlijk dat hij met Cristiano Ronaldo met links gewoon ging schieten. Ja. Maar hij paste hem toch nog één keertje door in de 16 op R9 die nog een betere positie kreeg om te schieten. Dat zagen we in de halve finale tussen Tony en Dani Hagebeuk ook. Dat Dani hem kon finessen, besloot hem in plaats daarvan nog één paas richting doel, zeg maar, verder te spelen. En die bal ging dan uiteindelijk in de korte hoek gewoon in. Ja. En dat is eigenlijk wat Dani normaal gesproken doet in de eerste situatie, namelijk gewoon zijn keeper bewegen. Ja. Dat deed hij nu misschien ook. Ja, door die bal nog een keertje door te pasen, ja, zorg er eigenlijk voor dat geen meer, geen aspect meer is. En nu zit Courtois er even naast. Eusebio. Ja, dan staat Ferdinand wel in één keer daar in de 16. Oh, krijgt hij die bal terug. First time wordt nog aangeraakt. Doelpunt van Dani zou natuurlijk alles veranderen. Dan komt hij weer op die marge van 2 en dan heeft Tony echt nog heel weinig tijd om het goed te maken. Ja, ja. Coach van Tony zegt ook, pak je rust. Niet overhaast gaan spelen nu. Dat is echt hier. Dat is een heel goede aanwijzing van de coach van Tony. Dat is wat je gevoel op een gegeven moment zegt. Ik moet naar voren, ik heb dat doelpunt nodig. Maar juist dan
is het key om rustig te blijven spelen. Ah, dat is slordig. Uiteindelijk heeft Daniel nog wel redelijk geluk dat die bal bij zijn rechtsback komt. En dan zie je die druk ook van al die PEC Zwolle spelers. Linksachter staat dan vrij. Die doet Dani netjes. Inderdaad, gebruik maken van de druk die PEC Zwolle moet zetten met zijn spelers. Gullit. Had Tony zelfs dus zo'n wissel overleg met zijn coach. Ik vind dat opvallend. Wat bijzonder dit overleg ook. Dani heeft in elk geval goed in de smiezen wat er allemaal gebeurt. Tony wisselt dus Eusebio. Die komt erin voor Ruud Gullit. Ik vind het bijzonder dat Tony zelfs dit overlegt met zijn coach. Ja, wie zal ik erin gooien? Terwijl je toch echt wel persoonlijke favorieten zult hebben. Kijk, Dani helemaal terug. Ja, betekent toch echt wel zijn manier van spelen nu. Hij blijft in elk geval echt heel erg gefocust op de bal. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En vooral als je het balbezit verliest, niet in één keer zoveel spelers voorin hebben staan. Dat is denk ik waarom hij net ook terugloopt met Gullit. Om gewoon iedereen weer een beetje naar zijn positie te trekken. Ja. Dat is heel dom, horen we Dani zelf zeggen. Ik vind het mooi hoe rustig die coach van de Graafschap is. Ja. Ja, we horen hem zeggen. Je bent elke keer toch meteen weer terug. Als ja, je hem verliest, heb je binnen 1 seconde weer gewoon terug. Gewoon rustig. Ja. Met nog een kwartiertje te gaan. Komt-ie. Mooi dit. Hop, dit is spannend zeg. Ja. 1 doelpuntje, Roelie. Ja, en je weet het, de belangrijkste minuten komen nog. Deze jongens hebben zoveel geweldig goede tegenstanders uit moeten schakelen om in deze finale te komen. Dani heeft meer wedstrijden moeten spelen dan wie dan ook. Ja. Ja. Klopt. Goede reclame voor de Graafschap. Er zijn veel in beeld geweest. Ja, Flex Factory heeft hun rendement weer te pakken. Sowieso. Komt een vrije trap aan. Dan variant op Cruijff. Nee, niet Ronaldo. En dan korte hoek. Oh, hij zit erin. Niet te verdedigen voor Tony blijkbaar, deze vrije trap. Ja, niet goed getimed. Niet perfect, nee. Tjonge, jonge. Het was al lastig voor Tony om dit nog recht te gaan trekken, maar dit lijkt nu toch wel gedaan. Zeg nooit nooit. Tony is verbaasd over de effectiviteit van Dani. De ene coach. Ja, dit is, ja, past precies. Maar dat, ja, nogmaals, de enige manier waarop je dat kan tegengaan is door het bewegen van je keeper. Ja. En daar lette Tony eigenlijk niet op. Zo, Dani heel opgelucht dat de kick-off er niet uit is. Maar de bal wordt direct weer veroverd door PEC Zwolle. En dat kan gewoon hoor. Het gebeurt zo vaak. We horen het ook zo vaak. Al daar. Oh. Ja. Nu nog 11 minuten. Ja, ik heb niet het gevoel dat Dani dit nog gaat weggeven. Is zo duidelijk gefocust op dat balbezit. Weet die bal zo goed in de ploeg te houden. Wat kan Tony nog? 1 doelpunt en het is weer heel erg spannend. Maar dan moet Tony wel iets zorgvuldiger zijn. Er wordt nog een keer gepauzeerd. Maar ja, dat maakt allemaal niet zo heel veel meer uit, denk ik. Dan gaat die Ronaldo op Cruijff. Oh! Ah, Johan! Teentje tekort. En weer rustig rondspelen. Nou, gewoon tikkie terug, mannetje uitschakelen. Tjonge, nummer 5 van de wereld mag foutje. Ook even zijn debuut maken. En dan nu dan, Pelé. Dit was een foutje waar Tony op loerde. Pelé met de actie, dit moet je ook durven. Als iedereen van de Graafschap weer terug. Daar op rechts in één keer genomen. Nee, Ronaldinho. Oh, wat een goal! Het
kan nog steeds voor PEC Zwolle. Wat een doelpunt, Roelie. Het leek voorbij. Het moment leek voorbij. Maar Ronaldinho doet het. Uit een onmogelijke hoek toch ook. Die zweefde zo langzaam in dat zijnet. Wat een doelpunt. Och, Tony. Je laat de harten toch wel weer sneller kloppen van iedereen die aan het kijken is. De coach komt dichterbij. 4 minuutjes heeft hij nog. Nou, zeg het maar, Roelie. Ja, jongens. Wij hoeven ook niet te vertellen wat hier allemaal gebeurt. Nee. Ik weet dat het onze baan is, maar... wat bizar dit. Nu moet Tony met alles wat hij kan besturen ervoor zorgen dat ze richting de bal gaan lopen. Oh, ja, we hebben het eerder gezien. Maar ja, we hebben het fout zien gaan. We hebben het regelmatig fout zien gaan. Ja, en Dani die voelt nu toch, hij kan er niks aan doen, maar hij voelt toch echt wel een klein beetje aan de kant. 2 minuten in zijn broek lopen, dat kan niet anders. En nu meters maken, Ronaldo staat daar buiten spel, wordt dan toch gevonden. Dan zal Gullit die kopbal winnen. Nee, Johan heeft hem. Wat een duel. Nee. Hij heeft hem nog steeds. En dan lijkt het... Het is voorbij. Oh, ja. Het is voorbij. Ja, ja. Dani Visser van Team Gullit, dames de Graafschap. Wint de eerste seizoenshelft van de E-divisie op de PlayStation. Koen. Wow. Wat een slotfase nog. De debutant. Voor het eerst zien we hem in de E-divisie. Zijn allereerste seizoen. Het is het eerste seizoen van de Graafschap ook. En meteen de winst. Ja. Vader Visser erbij. Tuurlijk. Wat leefde die ook mee. Wauw. En moeders. Wat is dit knap. Ja, een mooie overwinning dus voor Dani Visser. En natuurlijk halen we hem snel naar de studio. Hier is hij. Dus groot applaus graag voor Dani, de kampioen op de PlayStation. Dani Visser, Dani Visser, jawel. Daar is hij wel. Die neem je hartelijk die in ontvangst. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, deze is lekker. Of niet? Of je tot rust bent gekomen. De regen tot rust. Tot de bus. Ja, ik ben snel even hierheen gegaan. De camper, kip. Ja, je bent gewoon kampioen, jongen. Ik ben kampioen, ja. Ik ben... Dus echt opgelucht vooral. Ja, ik was heel spannend. Ik was heel gespannen, vooral in die pot tegen Stefano, inderdaad. Vooral na die 1-1. Nou, echt in de 24e minuut in de eerste pot, zo kreeg ik een corner. En ik zag hem perfect op Ronaldo gaan, Cristiano. We zijn nog een beetje hype van die finale, hoor, eerlijk gezegd. Maar ik vertel even een foutje. Nee, maar toen zag ik hem perfect naar Cristiano gaan. Ik dacht, die verliest niet. Dit wordt 1-0. En hij verloor hem. En toen begon mijn hart te bonken. Ik dacht... En toen kom je 1-0 voor en dan 1-1 en ik kwam een paar keer goed weg. Toen was ik zo gespannen. Maar toen, maar daarna had je wel... Daarna was echt volledig gekomen, ook in de finale. Ja, want inderdaad, toen je hem had verslagen dacht je van nou, nu gaat het me lukken ook. Nu moet ik er ook van vol voor gaan. Ja, natuurlijk, als je Pinna kan verslaan, dan kan je iedereen verslaan. Was dat voor jou de grote favoriet, Pinna? Ja, zeker weten. Ja, en Hagenbeuk natuurlijk. Beetje op hetzelfde niveau, denk ik. En, maar ja, Pinna is natuurlijk wereldkampioen en je weet gewoon... Wat Frank zei in zijn vorige studio-divisie, van soms moet je er gewend aan raken dat je tegen spelers geen balbezit kan hebben. Je had gewoon 60% balbezit. Hey, we zijn gelijk precies. Echt heel hard aan het analyseren, maar hij staat hier wel. Hè? Winnaar E-divisie 2018-2019. Hallo, ja. Voor een debutant. Hoe voelt dat, hè, om kampioen te zijn? Lekker. Ja, voelt echt heel goed. Ik ben heel erg benieuwd ook, wat was het omslagpunt? Want zeg maar, de poolfase verliep wat stroef. En toen van de knock-out, sindsdien heb je de doelpunten die je tegen hebt gekregen... zijn op een hand te tellen, volgende? Dat denk ik ook, ja. Natuurlijk 2 goals tegen Bas. Ja. Ja, je zat natuurlijk ook in de pool des doods, want van pool C zijn uiteindelijk 3 spelers... Nee, 4 spelers. Ja, maar 3,5 finales gekomen zelfs. Ja. 3,5 finales, ja. Ja, en dan is het natuurlijk, je wint natuurlijk van Jimmy met die ongelofelijke wedstrijd in de pool. En nou ja, als je gewoon even beseft, als ik die niet gewonnen had, was ik niet eens door de pool gekomen. Nee. En daarna pak je gewoon Jimmy en Tony, pak je ook nog terug in de finale. Dus dat is echt wel, dat is gewoon perfect. Ja, ja, en je noemt Pinna al een aantal keer. Heb je ook naar hem gekeken als een soort voorbeeld? Of wat heb je van hem meegenomen, van de wereldkampioen? Ja, dat zei ik net in mijn interview. Pinna, het is gewoon, hij is zo kalm. De bal kan je niet van hem afpakken en hij is wat zo verdedigend. Dus ik heb dat gewoon een soort van overgenomen. Ben ik online gaan toepassen, gewoon verdedigend gaan spelen. En het heeft heel erg geholpen. Je bent wel rustig gebleven. Je zat naar die eerste... Hoe kijken jullie dan naar hem? Is het zo'n coole kikker? 17 jaar toch? Ja, ja. Dat is ziek. Dat je gewoon even hier komt en even al die grote namen even verslaat. Dat is toch gruwelijk. Ja, af en toe zie je wel een klein beetje dat trillen inderdaad. Een beetje je lipje trillen en je handjes. Maar dat moet je niet hebben als je die controller vast hebt. Nee, maar ik denk dat iedereen van die zenuwen trekjes heeft. Als je naar een Hagenbeuk kijkt, naar de Tony. Die hebben allemaal gewoon
Nou, die hebben allemaal iets unieks. Ik had zoveel spanning verwacht ook hier, na die finale. Maar je bleef zo rustig. Ik denk dat ja, Koen en ik zenuwachtiger waren dan jij nog. Hier was ik gewoon echt opgelucht. Het is gewoon... Jullie hadden meer ontlading. Ja, maar echt. Vooral... Maar opgelucht klinkt bijna alsof je druk voelde zelfs. Alsof er een soort druk ook verdwijnt. Ja, precies. Ja. Nou, net als als je naar de wc moet, heel nodig, maar je kan niet gaan, weet je wel. En dan kan je eindelijk gaan. Is het gewoon, heeft Gullit al gebeld of niet? Ja, hij heeft wel een spraak of een videootje gestuurd naar fantastic mij. Game, zei hij. Fantastic game. Ja, fantastic. Ja, je was even benieuwd inderdaad, want of hij van tevoren wat zou laten horen. Ja, hij heeft het gedaan. Yes, hij heeft een filmpje gestuurd naar mij dat hij heel trots is. En volgens mij hebben we hem hier ook. Zeker. Ja? Hey, je praat er goed naartoe inderdaad, want fantastic game was het. Presenteer ik aan die ook al. Ik ben trots op je. Top. Ja. Het is ook een beetje nieuw voor mij, maar... Het feit dat je het nu al zo snel goed en zo goed doet, is ook wel een beetje aan de academie. Geef me toe, maar ik ben heel trots op je. Fantastisch, zo mooi. Ik vind het zo mooi. Ja, het is toch heerlijk? Alles aan de academie. Maar besef jij ook hoe groot hij is? Of is het meer je vader die denkt, ho even, wat mijn zoon nou voor filmpje krijgt? Nee, het is natuurlijk, nu ben ik er gewoon gewend aan geraakt. Ik heb een paar keer gewoon hem in het echt ontmoet. En... ja, dus het is gewoon, net als deze gasten, die zie je ook altijd op YouTube. Oh, deze vergelijk je nu even met Rutger. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dat zie je in het echt, maar nu sta ik toch naast. Als de vrije trappenkoning is. Ah, die vergelijk ik dan sta je toch naast. En Ruud Gullit, die is zo beroemd, die kent iedereen in Nederland. Nou, daarom dan, je vader heeft misschien spelen, jij niet. En dan niet ontmoet je hem. En dan is het, ja, het is gewoon raar. Ja. Maar je raakt er op een gegeven moment wel gewoon gewend aan. Oh, dus je staat hier gewoon lekker. Ja, ja. Wat Ruud Gullit zegt... over dat het door de academie komt. Dat zegt hij natuurlijk wel wat. Ik heb het gevoel dat jullie bij Team Gullit echt zo gericht bezig gaan met jullie spel en wat er beter moet en wat voor kleine, gedetailleerde foutjes jullie maken in je spel. Ik heb het gevoel dat dat nergens anders gebeurt. Ja, moet ik beginnen bij het begin. Het is gewoon, we hebben analyses. Elke, één keer in de week, dan spreken we een tijd af. Met wie dan? Team Gullit? Met de coaches van Team Gullit. De coaches en jullie spelers? Ja, gewoon één van de spelers en dan een coach van Team Gullit. Dat is individueel dan, gewoon? Ja, ja, ja. En dan hebben we een pot verloren in Weekend League of zo, die nemen we op. Die sturen we op en dan gaan we dat analyseren. Maar ja, natuurlijk hoeven ze misschien niet beter te zijn dan ik in het spel zelf. Maar ze zien wel meer dingen dan ik, wat in het veld gebeurt, wat ik fout doe. En wat ik gewoon moet verbeteren. Zoals vorig jaar, FIFA 18, kwalificeerde ik me voor Barcelona. Maar mijn spel was 4-1-2-1-2 gewoon blind naar voren spelen. En nu, ik speel nu veel rustiger. Dat heb ik denk ik wel aan hun te danken. Ja, ik zou blind ook achterin laten wel, persoonlijk hoor. Niet naar voren. Ik zeg maar in de spits, man. Nee, ik wou ook een keer geholpen worden, Team Gullit. Volgens mij stuur even al je verloren wedstrijden op. Maar de Vitrense bestand was te groot. Dus ja, dat lukte helaas niet. Dat is jammer. Maar ja, wel ziek dat het zo individueel zo aangepakt wordt. Je zou ook denken van, misschien in de groepsverband, maar echt individueel gewoon... Ja, ja, met resultaat natuurlijk. Ja. Hij weet zich wel ook in de finale te werken, die Ruud. Het was namelijk het eerste FIFA-toernooi ooit dat door J werd georganiseerd. Zeg maar 2 jaar terug of 3 jaar terug. Nou, dat was heel... scoorde hij als speler de winnende goal. Waar hij toen ook aanwezig was bij dat toernooi. Toen is hij met Team Gullit begonnen. En nu, het eerste seizoen dat zijn spelers meedoen met de E-divisie, wordt gelijk eentje kampioen. Dus je hebt Team Gullit, je hebt Ruud Gullit, je hebt je ouders. Ook niet onbelangrijk, denk ik. Nee. Toch? Die brengen mij elke keer hierheen naar de studio. En hoe is de Graafschap eigenlijk hier in dit verhaal? Ja, die zijn echt tof. Ja? Dat verwacht je niet van tevoren eigenlijk, omdat ze net komen kijken, ook in de Eredivisie. Ja. En dan verwacht je dat het gewoon een beetje onprofessioneel gaat. Dat je gewoon voor ze speelt in de E-divisie en that's it. Maar ik kreeg echt heel warm ontvangst. Ik heb een eigen e-box samen met Julien gekregen daar, in het stadion. Henk de Jong wilde toch ook... Nou, hij wilde niet tegen je spelen, maar zo. Nee, ik kwam daar binnen en toen hadden we even een babbeltje met hem gemaakt. En toen zei hij van, mijn kinderen willen wel een keer tegen je spelen. Dus dat was ook wel leuk. Maar het is ook echt een mooie club, toch? Niet. De Graafschap, ja, dat past wel bij de club. Echt een leuke club, ja. Mooie trouwe supporters en zo. En gewoon een mooie club. Merk je dat ook heel erg? Dat je heel veel support nu krijgt ook van de Graafschap-fans die dan voor jou zijn? Vooral na die wedstrijd van tegen PSV. Echt, dan krijg je van die heel veel reacties van... bedankt Dani, zet je de Graafschappen toch nog ergens op de kaart. En dat soort berichtjes zijn natuurlijk gewoon heel leuk om te krijgen. En dan besef je ook wat je eigenlijk hebt gedaan. Krijg je ook een soort meer een binding met de club zelf? Of? Ja, natuurlijk. Je was natuurlijk van tevoren denk ik niet Graafschap supporter. Nee. Maar krijg je dan automatisch ook een binding zeg maar, met die club? Dat je denkt van dit is wel de club... Tuurlijk, dan ga je gewoon naar hun wedstrijden kijken. Gewoon natuurlijk altijd hopen dat ze winnen. Ja. En, vooral nu dat ze niet degraderen. En ik ken dat gevoel, man. Dan kan ik naar wedstrijden gaan van ze en gewoon spelen in de e-books. En meet and greets weer kunnen
Graafschap supporters druk worden. Ik denk dat het nu wel redelijk druk gaat worden. Nee, dan speel je tegen Tony. Was ook wel bijzonder. Is natuurlijk ook een vedette waar jij naar hebt gekeken een aantal jaar. Yes, ja, in de pool vooral speelde ik tegen hem. Verloor ik 5-4, ook nipt. Alleen toen had ik wel het gevoel dat ik gewoon volledig gedomineerd was. Die druk van hem, dat is echt niet normaal. Dan kon ik me gewoon niet onderuit voetballen. En nu, sinds die play-offs, had ik gewoon mijn speelstijl veranderd. Dus ik, van tevoren wist ik niet wat er van ging komen. Ik dacht, het kan natuurlijk 50-50 worden. Dat dacht ik ook gewoon, zo ging ik er ook in. Alleen, nou ja, die 50-50 was aan mijn kant gevallen. Dus dat is helemaal top. Heb je wel een ferme handdruk van hem gekregen als felicitatie? Ja, Tony is gewoon heel sportief altijd en gewoon een goede gast. Dus, Ja, laten we eens even luisteren naar de reactie van Tony na de verloren finale. Ja, het is gewoon sowieso heel teleurstellend, omdat ik echt had verwacht, weet je, als je van Dani wint, dan win je vaak het toernooi, weet je. Dus ik had echt verwacht dat ik zou winnen. En het geluk was helaas niet aan mijn zijde vandaag. Dus. Wat ook heel zuur was, is misschien wel het spel van Dani, hè? Want hij kan zo goed balbezit houden, merkte ik tijdens de wedstrijd. Nee, ja. Natuurlijk doet hij de hele wedstrijd, maar ja, ik deed ook tegen hem de laatste minuut in de poolfase. Dus ja, weet je, als je zou dat, kan je dat ook terug verwachten. Ja, de teleurstelling, dat overheerst natuurlijk nu. Maar kan je alsnog wel met een goed gevoel terugkijken op dit seizoen E-Divisie op de PlayStation? Het zal even duren, maar ik denk achteraf dat ik alsnog wel trots kan wezen. Maar nu is het vooral pijnlijk. Ook vrij logisch, denk ik, toch, mannen? Sportieve reactie. Ja. Zo. Hij gaat er goed mee om, vind ik. Ja. Ja, nee, maar je kan ook heel salty daar gaan staan, weet je. Maar hij is natuurlijk teleurgesteld. Maar ik vind dat hij er wel goed mee omgaat op zich. Wat jullie, heren? 100%? 100%. We hebben je weinig support. Nee, maar, 100%. Ik laat jou graag uitrazen. Het kan vaak nog een minuutje langer duren dan ik normaal doe. Dus zo'n beetje we hebben toch ook een heel mooie finale gezien. 3-2 uiteindelijk als eindscore. Ik denk dat het heel gelijk opging. Tony heeft prachtige goals gescoord. Nog bij een speldoelpuntje. Ja, die goal was echt ziek. Ik kreeg die goal tegen en ik zei gewoon ook tegen Maarten, mijn coach, van ja, zo'n zieke goal heb ik nog nooit tegen me gehad. Want die was, weet je wel, ik moest denken aan, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar Nicolas tegen Jimmy op WK vorig jaar. Dat gaf Nicolas een voorzet, kopte hem terug en 99 van de 100 spelers hadden gewoon gekopt op het doel. Ja. En dat verwacht ik hier ook. En Tony legde hem terug en ik dacht, ja, gewoon een goede goal. Ja. En dan heb ik het geluk dat het buitenspel was. En, ja, en die eerste goal die krijg je eigenlijk gewoon gratis van het spel. Hey, maar... dus het was gewoon een mooie finale, hè? Ja, het was spannend. Het was mooi. Mooie winnaar natuurlijk. Het is wel een beetje zo'n droom, hè? Een debutant die wint, 17 jaar. Alleen, we zien jou de tweede seizoen zelf dan niet meer terug op de Xbox. Nee, dan gaan we mijn teamgenoot Julian spelen. Ja? Ik ben ook gewoon vooral een PlayStation-speler. En het was eerst niet eens. We hadden niet eens verwacht dat we e-sports zouden worden en dat we e-divisie gingen spelen. Maar dan was het natuurlijk. Gewoon even lekker. Gewoon, ja. Ja, het was oprecht alleen om te wennen aan de camera's voor toernooien die we misschien over 2-3 jaar kunnen spelen. Dus dan, dat is wel een goede als je dan gewoon wint, dat is echt gaaf. En dan moesten ze kiezen tussen Julian of ik die op de PlayStation ging spelen. Want we zijn natuurlijk allebei PlayStation-spelers. Mm-hmm. Nou ja, en ik zit in mijn examenjaar, dus ik heb iets minder tijd om. Op de Xbox te oefenen. Jij moet HV5 nog even goed afronden natuurlijk. Precies. Je ouders zijn er ook, dus die luisteren mee. Het is gewoon omdat jij de punten al hebt. En stel dat Julian maakt dan ook gewoon kans om kampioen te worden op de Xbox. Dan pakt hij toch ook punten? Ja. Of hoe zit dat? Zeker waar. Maar hij is wel het hele seizoen gewoon op PlayStation voor de rest. Okay. Dus als hij die punten zou winnen, ja, 850, dan zou ik wel die overstap maken naar Xbox. Maar zodra hij de 400 wint... Maar jij was een underdog, maar hij is nog meer een underdog. Ja, weet ik niet. Julian die presteert de laatste tijd gewoon echt heel goed online. Beter dan ik zelfs, denk ik. Gewoon vooral in Weekend League en zo. Ja. Dus nou ja, we zien wel wat er van hem komt. Hey, dat was een prachtig 2018, denk ik, hè? Zeker weten. En vanavond lekker feest vieren. En je bent 17, dat is geen drankje? Of toch? Nee, daar doe ik niet aan. Gewoon een camperkipje erbij, hoor. Sporten, hè? Sporten, goed, jij, Koen, een mooie jaarwisseling gewenst. Ook geen nog wat leuks doen? Ja, zeker weten. Ja, gewoon feest vieren. Feest vieren. Ja. Jij, Roel? Lekker met vrienden en familie. Maar lekker. En Bas, ik weet niet wat er gebeurd is met dat schoteltje, maar... Nou, die is weggehaald door de regering. Nee, af te doen. Ja. Ik eet eigenlijk helemaal geen oliebollen. Je eet helemaal geen oliebollen, Bas van Velzen. Mannen, bedankt. Dani, gefeliciteerd. Fantastische winnaar. Geniet er lekker van. Jullie allemaal de beste wensen. Ook namens Fresia, die lekker in Chili zit. Zij is ook weer terug voor de rest van het seizoen op de Xbox. Voor nu sluiten we af met de 5 mooiste goals van het PlayStation. Bedankt voor het kijken en een hele fijne jaarwisseling.
Dit is lekker, Johannes. Henry, dat zou krankzinnig zijn. Dat zou krankzinnig zijn. Cristiano legt hem op de zijkant. Nee, maar heel veel ruimte. Oh, jee. Het gaat er niet over. Wat een ongelooflijk zieke slotfase is dit dan. Ongelooflijk, Ronaldo. Dit is heel ziek, zeg. Lekker sleepie. Oh, gebruik je skills, Cruciaal. Ja. Hij zegt het zelf ook, wat een goal, man. Laat die herhaling even zien dan. Akka. Wat voor Akka was dit? Dit zijn wel grote mannen zo, hè. Cristiano Arnijn en Eusebio Cruijff. Schot van Cruijff had in één keer gekund. Doen we maar niet. Elton Hado, wel bij Elton Hado. Tot ziens. Koekoek. We gaan. Bas, dan is de vraag alleen. Gaan we hier viraal? Nee, maar even. Ik moet even mijn jas aan doen. Want die tornado die komt even heel hard langs. Die. Ja, ik krijg het heel koud in één keer. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.